Hey beste YouTube-kijkers, we gaan vanavond naar Merksem Zingt. We zijn er nog altijd onderweg weer in. Dus we gaan dat ook in beeld brengen als er... we gaan dat sowieso in beeld brengen. We hebben dat afgesproken met mijn eigen zuster. En die gaat ze beet ook zien. Tot ze beet. Hier Merksem, voor Vlaanderen Zingt. Ik ben Stef Poelmans, dit is mijn band. Een fantastische band trouwens. U mag vanavond meezingen. U mag mee swingen, springen. En u mag u meevaren met de Marie-Louise. En de huilende wind gaat weer, maar de Marie-Louise zal nooit vergaan. Het doet mij ongelooflijk veel plezier om hier te staan vanavond. En ik neem aan dat jullie heel blij zijn om hier te zitten vanavond. Er is een periode geweest dat we zo goed als niks mochten. En vanaf nu mogen we al terug het een en het ander doen. Onder meer samen zingen. Nu, het is een beetje anders dan anders. We zijn in Merksem al dikwijls komen zingen met Vlaanderen Zingt. Maar dat was dan altijd in de tent, het begin van de dreef met de bevrijdingsfeesten. Dan was het nat, dan was het een beetje koud. Tegen nu is het warm, zitten we allemaal lekker ontspannen in het gras. We kunnen allemaal iets eten, of we hebben iets gegeten en we kunnen allemaal iets drinken. Dus in optimale omstandigheden hier vanavond. Wat is de bedoeling? Het is de bedoeling dat jullie gaan zingen vanavond. Dat is duidelijk, hè? Wat hebben we daarvoor nodig? Een zangkrantje. Hebben jullie allemaal zo'n zangkrantje? Zeer belangrijk, het is ook verplicht. Ja, een soort van toegangsticket. Verplicht zangkrantje. Dat heb je nu niet nodig. Nee. Oeh, ik zie al teleurgestelde gezichten. Nee, je hebt dat straks pas nodig in het tweede deel. Want de avond bestaat uit twee delen. In het tweede deel gaan we de liedjes zingen die in het krantje staan. Zijn er 37, dus dat zal gas geven zijn. In het eerste deel hebben wij een fantastische band klaarstaan. En die gaan er zo meteen invliegen. De zanger van de band, die zingt niet alleen, die presenteert ook. En de allerjongste onder ons, die kennen hem misschien wel van tv, van Nickelodeon. Mensen die in de zomer tv gaan kijken, die zullen hem leren kennen, want Margriet aan Zee komt terug. En hij gaat dat mee presenteren met Margriet. Dus binnenkort ga je hem nog veel meer zien dan vanavond. En vandaag gaat hij er dus een lap op geven. Hij heeft een repertoire met allemaal meezingbare nummers. Dus ze staan niet in het krantje, maar dat wil niet zeggen dat u niet moet zingen. Hè? Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Dan mag je hem begroeten met een stevig en lang applaus. Stef Poelmans en band! Zelf te vaak betrokken, te veel afgewacht, maar genoeg is gedaan.
in de zon, baden in het licht, ja, we omarmen het leven. Dansen in de zon, baden in het licht, ja, we omarmen het leven. Met een lach op ons gezicht, we komen samen in hetzelfde verhaal. En dan is het allemaal wel hersteld. Nu, in elk geval, moet hij niet meer zingen, moet ik niet meer zingen. Dat is aan jullie, hè. Dat is altijd de bedoeling van Vlaanderen Zingt. Al jarenlang trekken wij door het Vlaamse land om mensen zoveel mogelijk te laten samen zingen. We zijn destijds begonnen in Antwerpen. Zijn er zo ook al eens komen lezen in Antwerpen Zingt? Gaat jammer genoeg niet door dit jaar. Weet het. Ja, helaas, helaas. Maar we maken dat hier vanavond goed, hè. Het is ook een beetje anders dan anders, want meestal doen we dat met een staand publiek. Dan kan u allemaal wat dansen en springen en zo. Het is allemaal een beetje rustiger nu. Maar dat wil niet zeggen dat je stil op je stoel moet blijven zitten. Want er bestaat zoiets als stoeldansen. Ja, dat betekent dat u met de benen kan zwaaien terwijl u op uw stoel zit. Als u evenrecht staat in uw bubbel, is dat ook niet zo erg natuurlijk. Maar je weet, het grote polonaise is ons eigenlijk niet toegelaten. Dus je zal zich af en toe ook een beetje moeten inhouden. Maar, feest wordt het sowieso. Ja, maar af en toe kijk ik aan wat ze doen. U hebt allemaal uw krantje? Ja! Steek eens omhoog, laat eens even zien. Bewijsmateriaal. Bewijsmateriaal omhoog. Ja. U gaat dat gebruiken voor de tekst. We zingen de liedjes die erin staan allemaal in volgorde. Maar het is ook belangrijk, je kan het ook regelmatig in zo'n hok steken om mee te zwaaien. Hè? Zwaaimomenten gaan we ook wel inpassen. Goed. Dan gaan we er meteen aan beginnen. We gaan heel gemakkelijk beginnen met een nummer waarbij je eigenlijk vooral yeah moet roepen. Yeah! Wat veel tekst is er We gaan de muziek nog niet starten, maar ik ga jullie wel de vraag stellen. Is everybody happy? Yeah! Is everybody happy? Yeah! Met muziek dan. Please, come and be.
applaus voor uzelf mag geven. Dat klonk al uitstekend. Dat klonk al zeer goed. En ik dank Sterren bij het volgende nummer. Verdient als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. Die mensen! En hij zei: als het je laatste dag is, leef. Als het alsof de morgen niet bestaat. Alsof het nooit echt af is. Wat alles wat je kan. Alsof de morgen niet bestaat, leef. Alsof het nooit.
waarschijnlijk. Dat was precies een vol spoor. Dit was het dan weer in Merksem Zingt. Het was zeer tof en zeer leuk. We hebben ons zeer goed geamuseerd.
We hebben geen klagen. We hebben weer toffe mensen leren kennen. Het was heel gezellig. En we zeggen altijd blijven volgen. Blijven liken. En blijven abonneren. En zeker zullen we elkaar met de volgende video zien. Normaal gezien is dat de 17e november. Zien we elkaar terug in Plopsaland. Normaal gezien is dat niet heel zeker, maar ik beloof jullie zeker vast om die datum vast te zetten. Dus nu zaterdag niet, maar volgende week zaterdag zien we elkaar zeker en vast terug in Plopsaland. En dan gaan we de nieuwe rijd zeker en vast doen en in beeld brengen. Tot volgende week, niet nu zaterdag, maar volgende week zaterdag zeker terug te zien in Plopsaland te pannen. Tot de volgende!